Wat ik probeer met werk is een soort haiku te maken. Er zijn een aantal elementen die met elkaar een nieuw element vormen. En bijvoorbeeld hier heb je dus papier, aluminium en rubber. Dat zijn alle drie autonome dingen, maar samen vormen ze een nieuw product. Probeer eigenlijk te zoeken waarom een ding mag bestaan. Als je een kandelaar hebt, dan heb je natuurlijk altijd die ellende van aluminiumfolie past niet. Het vasthouden van die kaars, dat is eigenlijk de essentie van het product. En hoe heb ik dat gedaan? Dat is een soort grote wasknijper. Dus als ik hierop druk, dan gaat het daar open. En een kaars gaat er zo in. En dan zit dat vast. En als dat dus opgebrand is, dan doe je zo en dan haal je dat peukje eruit. Ik probeer een product te maken wat er mooi uitziet. Wat je gewoon op zijn beeld charmant is. Maar als je dan beetpakt, dat er ook nog een soort intelligentie in zit. En dat dus ook op een andere manier fascineert. Dat het iets doet. Hoe moet ik zeggen? Ja, het is zo'n soort misverkiezing. Ze kan wel heel knap zijn, maar wel dom. En eigenlijk is het zo leuk als ze knap is. En ook nog slim. En als dat in een product zit, dat vind ik een... Dat boeit me.